Hoi, leuk dat je kijkt naar Boekenbaas. Dit gaat over een van mijn favoriete boeken, Abdelhak Nouri. Zoals altijd zijn de links naar de boeken te vinden in de beschrijving. En vergeet niet te abonneren op dit kanaal voor meer boektrailers. Ontroerend en confronterend verhaal over verdriet, hoop en verbinding. Abdelhak Nouri wordt alom beschouwd als een van de meest talentvolle voetballers van zijn generatie. Het zou slechts een kwestie van tijd zijn voordat hij definitief door zou breken bij Ajax en ook internationaal naam zou gaan maken. Op 8 juli 2017 verandert echter voorgoed zijn leven, en dat van zijn familie, wanneer hij tijdens een oefenwedstrijd van Ajax tegen Werder Bremen in het Oostenrijkse Hipach 20 minuten voor het eindsignaal in elkaar zakt op het veld. Niet veel later wordt duidelijk dat hij een hartstilstand heeft gehad met ernstige hersenschade tot gevolg. Het nieuws dat hij nooit meer zal kunnen voetballen slaat in als een bom, niet alleen bij zijn naasten, maar bij fans wereldwijd. Dit boek vertelt voor het eerst het verhaal van Abdelhak vanuit het perspectief van zijn familie en vrienden. Een verhaal over de lange weg die de familie Nouri als migrantengezin afgelegd heeft. Over de droom die zij verwezenlijkt zagen in het onmiskenbare talent van hun zoon. Een verhaal over Abdelhak als voetballer en als mens, over het ongeluk en de nasleep ervan, over de band met Ajax, over verdriet, hoop, geloof en verbinding in tijden van tegenslag.